Yo mensen, leuk dat jullie kijken bij deze nieuwe video. Zoals jullie zien, wij staan nu op de markt van Tsjechië. En ik ben super benieuwd of ze hier vuurwerk hebben. Dus we gaan zo even kijken. Neem ik jullie mee naartoe. We gaan echt goed op zoek, want we hebben er net al een snelle check gedaan. En we zagen eigenlijk niet dat er veel vuurwerk te vinden is. Dus we gaan heel goed navragen bij mensen. En dan gaan we gewoon vragen van, yo, hebben jullie wat? En dan gaat er een deurtje open. En dan hebben we alsnog heel veel. Daarnaast, vorig jaar of 2 jaar geleden toen ik met Ruben hier was, toen ging er een schilderijtje open. Wanneer we echt gingen doorvragen, weet je wel. En uiteindelijk vonden we gewoon vuurwerk wat daar lag in een bunker. Dus we gaan zo even kijken of dat hier zo ook zo is. Misschien hebben ze wel meer vuurwerk of minder. Ik hoop natuurlijk op meer, want dat zou mooie beelden opleveren. Dus we gaan even rondkijken en jullie gaan zeker, denk ik, vuurwerk zien. Ik hoop het, want anders zijn we ook hetzelfde lul hier. Want dan is deze trip voor niks. Dus ik neem jullie even mee. Nee, hier had je niks, hè? Zo. Oh ja, daar waren we er net, hè? Van die man. Hier heb je wel wat mensen. Niet veel. Ik heb die shots wel genomen, man. Nee? Nou, niet genoeg, maar... Je weet niet veel. Dus zoals jullie zien, minder dan een paar jaar geleden, man. Maar we gaan toch even doorzoeken. Hier heb je wel, jongens. Een kaak hier. Ja, 50 mm. 992 gram. Dat is een kilo, hè? Hm? 1 kilo. Ik denk dat we deze moeten nemen, man. Hoe duur is die? 53. Euro. Ja? Doe wel eens 50 of zo. Ja, ja, maar dat moeten we erbij nemen. Ik wil het dies. Ja. Zullen we die nemen? Ja. Zullen we die nemen? Die nemen we. Und. Ja, ik wil het dies. Ik wil het. 1 euro. Kan er hier shooten? Ja, wauw. Kennen we hier shooten hier? Niet probleem? Geen probleem. Geen probleem? Ik wil het deze. Ja, dat is goed. Koperaat, alsjeblieft. Koperaat, wel. We kopen er 20 of zo. Ja, heel kleine lont is dat. Grosse, wie veel? 15. 15. 15. Euro. Doen of niet? 200 gram. Doen of niet? Ja, ik weet niet. Hey, niet dumbum single shot. Shoot. Dat is ook wel lauw. Of niet? Ja, pak hem. Single shot. Oh. Cobra 12, die wil ik. Die veel? 15. Deze neem ik. Hoeveel? 15. Ja, wel duur, maar we gaan wel even aan het ene even wat doen. 15, hè? Dat is fucking ziek, man. En vraag is die dumbum single shot? Ja, dezelfde, hè? Ja. Ik wil deze. Onze dumbum single shot, zei je? Dumbum. Single shot, wie viel? 10. 10? Ja. Hey, hoeveel is bij elkaar? Als je probeert een prijs te betalen. Ja, dat deed ik ook. Dit is 15. 15. We zitten nu op 78 euro. Ja, ik zou echt niet meer als probeer 65 of zo. Ja, ja, ik ga het ook doen. Dit is een nicht. Dit is een nicht. Even draaien. Hier beneden heb je ook nog. Ja? Wie viel? 10. Hoeveel? 10. Knal hebben we ook al veel, hè? Ja, knal hebben we ook wel. Het zijn de shells van Piramaratia
Representium. Morgen, wir kaufen dies. Okay. Ja? Dus we nemen nu deze. Ja. Hoeveel wordt die bij elkaar? En deze dingen, ik denk op de 75, maar dan gaan we even een prijsje maken. En ik betaal wel, ja, met die geld wat ik heb. Ik hoop dat jullie genoeg zien, mensen, maar... Gaat, hè? Ja. Die is een beetje moeilijk. Een moment. Ja. Wat is dat? Wat dan? Oh, ja, ja. Politie. Niet goed, hoor je dat? Auto. Auto, ja, ja. Hier, shooten, niet probleem. Hier, een... Hier. Politie. Ja? Ja, een toetje laden. Oké. Ja. Oké. Wie veel is dat? Wil een goed prijs maken, hè? Voor ons. Morgen weer kopen. Ja. Ja. Tot 65 in anders. 6 pond? Goed? Nee. Wie veel is goed voor ons? Een goede prijs? Niet rabat? Ontvoen. Oké. Ja? Ik heb het slecht te doen, maar... Maakt niet uit. Doe 75. Ja, heb ik gedaan. Morgen, die komen zoek, okay, ja? Dank u. Ja? Ga ook. Camera. Niet goed. Zoals jullie er net hebben kunnen zien, hebben we in die soort bunker, hoe je dat ook noemt, hebben we iets kunnen filmen. Hij heeft het voor elkaar gekregen, dus SO naar Pyro 015. Hij hield hem gewoon eronder en daardoor kon je zien dat wij een blok hebben gekocht. Cobra... Niet heel veel. Nee man, ze hadden niet heel veel, of laat ik het zo zeggen. Bijna niks. Nee, en ze waren echt, ja, ik vroeg echt dubbel van, mogen we alsjeblieft daar naartoe om te gaan... Hoe heet dat om... Ja, toen zat hij nog te twijfelen. Van, kan ja, mogen we kijken daar? Want hij wilde ons gewoon dingen verkopen zonder dat we het zagen. Ja, ik heb een blok van 30 shots heb ik. Wil je die kopen? 20 euro? Ja of nee? Ja. Zo werkt het. Ja, toen zeiden ook, zo werkt het niet. We willen even zien wat we kopen. Volle zon hier. Ja man, volle zon. Wel koud. Dus we hebben in ieder geval wel wat gehaald, mensen. Maar het was wel heel erg lastig om te filmen. Ik hoop dat jullie dat snappen. Zoals jullie er net ook al hebben gehoord, was er ook al een man die kwam naar ons toe op camera. En ja, toen ik hier met Ruben was, kwam er eentje die pakte me gelijk bij mijn nek. Dus het is echt uitkijken hier. We hebben wel wat gehaald, dus we gaan zo de auto in. En dan laten we dat wel even snel aan jullie zien. Voor de rest komen er sowieso nog collectievideo's online van deze trip. Dus de komende tijd, jongens, gaan jullie veel zien wat we hebben gehaald. En nu gaan we de auto in, want daar staat alles al. Kofferbakje vol. Ja man, kofferbak is helemaal vol. We zijn net van de markt, mensen. Ik denk dat jullie die video ook al hebben kunnen zien. Maar ze zijn heel erg streng met vuurwerk. En ik moet zeggen dat ze ook steeds minder hebben hier in Tsjechië. Toen ik 2 jaar geleden was met Ruben, was er veel meer. Maar we hebben wel degelijk wat geshopt. Het ligt achterin. Die cake. Jullie hebben het al een beetje kunnen zien, denk ik. We laten zo meteen wel wat zien wat we hebben gehaald. En dan, dan gaan we ongeveer daarna stoken natuurlijk. Dus jullie kunnen daar zeker van meegenieten. Er komen ook nog stookvideo's van deze dag online. Maar voor nu, we hebben wel degelijk dus wat kunnen scoren. Dat blok, ben ik wel benieuwd naar, man. Die, best een groot blok ook. En weet je wat ik ook gek vind? Die shells die ze hier hebben, toen ik met Ruben was, waren de meeste shells van Klasek. En nu waren ze van Piero Moravia. Ja, maar het apart is ook, ze kopen wel shells, maar geen buizen. Ja, niemand heeft buizen. Kijk je aan van, hè? En heel toevallig, ik hoor jullie al denken, maar dat was hetzelfde dat je een geweer verkoopt zonder kogels. Klopt, ja, wij dachten van we kunnen hier wel aan buizen komen. Nou, niet dus. Dus helaas. We hebben wel een shell. Maar we hebben verder niet echt veel shells ingeslagen. Nee, het is juist zonder onze... Het enige wat klote is voor het stoken straks is dat de zon zo erg schijnt, man. Daar heb ik een hekel aan, gek. Het moet wel bewolkt zijn, een veel mooiere sfeer.